Dank voor alle zorgen en ja, ik heb het noodweer overleefd. En nee, ik heb dit in de afgelopen 10 jaar nog nooit zo erg meegemaakt. TikToker Punthoofd wil weten, naar aanleiding vermoedelijk van mijn verhaal over encrypted telefoons, of je überhaupt harde schijven en USB-sticks mee mag nemen die encrypted zijn. Het antwoord is ja, dat mag. Er is geen controle. Ik heb zelf een lange tijd zo'n USB highly encrypted, NATO-approved USB-stick bij me gehad. Ik heb hem zelfs publiekelijk verkocht een jaar of 5, 6 geleden. En ben daarmee nooit in problemen gekomen. En technisch gezien is natuurlijk elke harde schijf tegenwoordig al encrypted. Dus in dat licht wordt het ook erg moeilijk om een verschil te maken tussen basic encryption, moderate encryption en highly secured encryption. Dus geruststelling voor Punthoofd, ja, je kunt dat gewoon meenemen naar de Emiraten.